zitten hier op heilige grond, vlak voor het huis van een wereldberoemde voetballer. Eigenlijk was er eerst Cruijff, maar waar we achter zijn gekomen, voor Cruijff was er nog iemand die misschien wel minstens zo goed was als Cruijff. En Nino, wat is de band met deze man? Ja, we hebben het over Vaas Wilkes. Dat is mijn opa. En eigenlijk weet ik heel weinig over hem. Ik weet dat hij een warme man was, dat hij mij meenam naar de speelgoedwinkel om me te verwennen. Maar eigenlijk is dat het ook. Nu hoor ik heel vaak verhalen zeg maar, van mensen die zeggen van ben jij Wilkes van Vaas Wilkes? En ja, zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen om een zoektocht te starten naar wie hij was. Zowel als mens, als speler, maar ook als vriend, vader. Ja. Eigenlijk is dit het boek dat geschreven moest worden. Ja. Van generatie op generatie op generatie. Ja. Dat is het mooie. Dat zal het boek ook zijn. We gaan langs de oude generatie die de oude Vaas nog heeft gekend. We hebben de generatie die eronder zit. Mensen als Dennis Bergkamp en Patrick Kluivert. Maar we hebben ook een nieuwe generatie die jij kent. Ja, jongens als Donny van der Beek, Matthijs de Ligt. Die gek genoeg toch wel dingen weten over hem. Had ik nooit verwacht. Maar ja, dat is best wel uniek. Dat iemand die voor mij zo, ja, niet onherbiedig bedoeld, maar in de vergetenis geraakt eigenlijk, nog bestaat bij die doelgroep. De man was een fenomeen, hè? Milaan, Valencia, overal, Nederlands elftal. Jarenlang topscorer van het Nederlands elftal. Eigenlijk ongelooflijk verhaal. Ja. En het verhaal is een beetje vergeten, maar het wordt weer opgerakeld door jou. De zoektocht van een kleinzoon. Heel veel emotie, heel veel mooie dingen. Ja. Schitterend interview met oma bijvoorbeeld, oma Mona. Ja, een van de dierbaarste interviews die ik ooit heb gedaan. Mijn oma die houdt normaal niet echt van praten in media of zo. Maar dat zij dat verhaal doet vind ik wel heel bijzonder. Omdat dat moest gewoon gebeuren. Het moest. Het kon niet anders dat niet verteld wordt. De zoektocht van Nino naar Vaas. Ik denk een van de leukste boeken om te maken. Ook een van de allerleukste om te lezen. Echt een voetbalboek vol romantiek. Vol historie. En wat vind jij het allermooiste van het boek? Waarom moet het er zijn? Nou, het mooiste vind ik dat de generatie die het nu heeft over Cruijff, dus ook mijn generatie, die wat jongere generatie, dat die ook weten dat de voetballer die voor het eerst naar een buitenlandse club ging, maar ook mijn oma, de eerste voetbalvrouw, dat mensen dat weten. Ja, dat is een eer en dat maakt voor mij het boek heel bijzonder. Er zijn natuurlijk veel meer mensen die een opa of oma hebben die ze misschien beter willen kennen, zeg maar, of meer onderzoek naar willen doen, maar die mogelijkheden niet hebben. Dus daarom vind ik het natuurlijk extra mooi dat ik die kans krijg door Cosmos, maar ook door jou die me helpt. Om dat te doen, om te zoeken naar wie hij was. We zitten hier op heilige grond. We zitten voor het huis van Vaas, van Mona, van Michael, de zoon van Vaas, de zoon van de nieuwe generatie. En allemaal lezen. Allemaal lezen. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. Ja, het moet echt gelezen. Ik hoop echt dat mensen het gaan lezen.